Dat is trouwens wel iets wat mij nu opvalt. Hè? Want heel veel bedrijven die zeggen van... ja, het moet wel allemaal deelbaar zijn. Het moet... Maar dan kijk je naar de content die ze willen aanbieden. En het zijn hele nuttige stukken teksten bijvoorbeeld. Of video's die gaan over hoe iets te gebruiken is. Of hoe hun product het beste uit de verf komt. Ja. Door het juiste gebruiken. En dan... denk ik van, ja, maar dit is niet typisch iets wat mensen gaan delen. Dus gaat dit nog wel gevonden worden in die sociale search engine die Google heet? Of in Facebook? Of moet dat Twitter en Facebook knopje daar eigenlijk wel staan? Want het is helemaal niet... Het is geen marketing content, weet je wel. Waar je verspreidt en zegt van, oh wauw, dit is echt hartstikke gaaf. Dus wat voor content is het dan bijvoorbeeld wel? Ja, bijvoorbeeld een FAQ van een bedrijf. Hè, waar, of sorry, geen FAQ, maar een question and answers stukje. Zo van, als dit probleem er is, wat moet ik dan doen? Nou, dan moet je bla 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 doen. Dat is niet iets wat maar mensen... Dat is juist, typen... Maar dat is juist iets wat je weer wel in een zoekmachine verwacht. Ja, inderdaad. Maar dat is niet iets... typen mensen vragen in. Maar die zoekmachines die geven nu voornamelijk antwoorden op basis van wat mensen tof vinden. Google is inderdaad super slecht geworden. Ja. Laatst zocht ik iets, ik weet niet meer, nogal specifiek ook. Want ik had een artikel gelezen, maar ik had hem niet geboekmarkt. Dus ik kon dat artikel niet meer terugvinden. En... toen ging ik via DuckDuckGo zoeken, maar die heeft eigenlijk alleen maar wat oudere, die is niet zo up-to-date, dus het was nogal een recent artikel. Dat kon hij niet vinden. Dus ik via Google, er stonden geen zoekresultaten op de eerste pagina. Nee. Nul. Er stonden... Alleen maar reclame? Ik weet niet precies, er stonden maar iets als 5 linkjes en allemaal naar... Allemaal dingen waar ik helemaal niet op zat te wachten. Ik ben echt verbaasd, zeg. Ja. Die hebben dat product helemaal kapot gemaakt. Ja, dat is niet zo goed wat ze doen eigenlijk. Nee, ik vraag me heel erg af waar het dan wel voor te gebruiken is. Want misschien ben ik een old fart, maar ik gebruik hem inderdaad gewoon om nieuwe dingen te vinden. Dingen die ik niet weet. Ja, of dingen waarvan je weet dat het bestaat, maar dat je even niet meer weet waar het is. Ja, precies. Dat ene artikeltje waar je eens een keertje ergens hebt gelezen. Maar dat is... En dan vind je dus andere bedrijven die het zonder het terug te linken hebben overgenomen. Dat kan ook heel vaak. En dat is dan, ja, nou goed, dat is dan weer een ander probleem. Maar ja, ik ben het ermee eens. Het is, Google is niet meer wat het geweest is. Nee. Nee, dat geeft natuurlijk niks. Ik bedoel, stel je voor, het web is ook niet meer wat het geweest is. Alles is aan het veranderen. Ja, inderdaad. Nostalgie was vroeger ook veel beter. Ja. Maar... Wat dan wel een vraag is van mij, is van, ja, maar wat zullen we nu dan gebruiken? Een voorbeeldje is...